Hey mensen van Fisk Games, ik ben Luke en vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een update donderdag. Ik kan niet zeggen weer een update donderdag, dat heb ik nog nooit gedaan. Update donderdag, nou ja, het is elke keer weer iets anders. Elke dag weer iets anders, nou ja, je weet wel wat ik bedoel. En ja, op de achtergrond zie je Loadout, ja. Ik vond het zelf echt een heel vet spel. Misschien kennen jullie hem nog wel. Ik ken iemand anders. Nou ja, ik en Stijn zaten van Schnitzel 500, die meedeed met een van de Hide & Seek. En wij waren op zoek naar een leuke game. Dus wij kwamen toen bij Loadout uit en toen begonnen we dat te spelen. En we vonden het echt heel vet. Ja, deze gameplay is niet heel goed, maar mijn hele team, ik wou het gewoon even laten zien. Want kijk, mijn team, niemand stond positief. Ik stond, nou ja, ik weet niet of je dat net positief kon noemen, maar ik stond met een 1KD. Ik weet niet of het heel goed is, maar... het gaat voor mij redelijk lastig worden om volgende week te uploaden. Want ja, mijn computer die moet ja, weet ik veel, een kuur hebben of zo. Reparatieding. Maar ja, daar hebben jullie weinig last van. Alleen dat er iets minder uploads zijn. Maar daarna ga ik gewoon weer door met gewoon uploaden. En ja, dus de nieuwe spelletjes. Ja, de nieuwe games. Ik ga weer door met Super Meat Boy. Ik weet niet of jullie dat hebben gemist. Maar als jullie dat hebben gemist, dan ja, dan is het er nou weer. Loadout komt erbij. Dat vind ik zelf een heel vet spel. Ik heb nou Cinema 4D. Gewoon om daar even mee te kloten. Misschien komen er nog leukere dingen uit. Maar ik ben zo noob als en ik weet niet wat. Dus ja, ik vind het redelijk goed gaan hoe het nou gaat. En ja, Fisk Games, de livestream ging echt ontzettend goed. We hadden ja, rond de 10 kijkers elke keer. Aan het eind waren het er maar 8. Maar ja, ik vind het alsnog heel veel voor een kanaal met maar 75 abonnees. Want normaal keken er bij mij maar maximaal 5 mensen toen ik 50 abonnees had of zo. En nou heb ik er gewoon... Ja, ik weet niet. Maar het is gewoon super chill dat er zoveel mensen hebben gekeken. En het ging ook gewoon heel goed. Want we bleven tot 10 uur streamen. En gewoon genoeg kijkers en zo. Dus ik vond echt dat het super goed ging. En ja, dit was eigenlijk een hele korte update donderdag. Maar ik hoop dat je er toch van hebt genoten. Hij is echt kort. En dat spijt me ook maar... Maar dat heb ik weer meer tijd om nu een snelle video te maken. Want ik ga nu, denk ik, gelijk als ik deze heb gerenderd. Nou ja, gewoon tijdens het renderen. Ga ik nog even, ja, ik weet niet wat ik zou doen. Een blacklight live commentary doen. Of een, nou ja, of een loadout live commentary. Ik denk dat ik loadout ga, maar ik weet niet wat jullie leuk vinden. En het is nou, want ik moet nu echt snel opnemen, dus... ja, of het nou handig is om in de reacties achter te laten. Nou ja, laat maar in de reacties achter wat jullie liever willen zien. Loadout of Blacklight Retribution. Ik vind Blacklight ook heel erg leuk, alleen het lekte heel erg veel. Niet lekte van dat het lekte, maar lekte van dat het een beetje langzaam ja, liep, zeg maar. En ik bewoog niet smooth en zo. En ja, dat was een beetje zo, maar ja... Vond je deze video leuk? Klik op die like button. Vind je al mijn video's leuk? Klik op die subscribe button. Zie ik jullie later.